coronacrisis houdt ons nu meer dan 2 weken in de greep. Wat is er veel gebeurd in die tijd? Van de eerste richtlijnen, zorgen voor goede persoonlijke hygiëne, via zoveel mogelijk van huis uit, tot aan de verplichte 1,5 meter afstand tussen personen. En gisteren hoorden we van onze minister-president dat dit zeker nog zo blijft tot 28 april. Elke dag komen we met ons crisisteam virtueel bij elkaar. Daar bespreken we nieuwe ontwikkelingen en is er ook veel aandacht voor wat er leeft in de organisatie. Daarin staan onze medewerkers altijd centraal. Wat is er voor hen het beste? Werkzaam doet er alles aan om open te blijven voor onze kwetsbare medewerkers. Over het waarom daarvan heb ik eerder verteld. Het is voor velen van hen zo belangrijk om gewoon aan het werk te blijven. We doen het ook voor onze klanten. In met name de vitale sectoren, voedsel en schoonmaak. En sectoren die nog wel doorgaan in deze tijd, zoals post en groenvoorziening. Onze belangrijkste taak is nu om ervoor te zorgen dat we een veilige werkomgeving bieden. Ik denk dat ons dat nog steeds lukt. Wij houden ons, ik zou bijna zeggen uiteraard, aan de richtlijnen van het RIVM. We wassen onze handen veelvuldig, we wijzen medewerkers hier ook op, net als op de andere hygiënemaatregelen, zoals het niezen in de elleboog. En natuurlijk zien we erop toe dat mensen thuis blijven als ze niezen, hoesten of koorts hebben. We hebben ons leerwerkbedrijf zo ingericht dat medewerkers hun werk kunnen doen, waarbij de volgende medewerker op minimaal 1,5 meter afstand zijn werk doet. Zo doen wij er alles aan om besmetting binnen ons bedrijf tegen te gaan. In het begin zagen we dat veel medewerkers angstig waren. Ook daarin verandert er veel in 2 weken. Een aantal medewerkers dat vorige week nog thuis bleef, gaat deze week toch weer aan het werk. Daar worden ze uiteindelijk gelukkiger van.